lieve mensen, dit gaat goed. Daar is het voor bedoeld. Top. Het is mij een grote eer om vandaag hier met jullie te zijn op deze prachtige plek. Nou, we zijn hier op een mooie groene plek en er zijn nu allemaal sporttoestellen. Hoe belangrijk is dit voor deze buurt? Nou, ik denk erg belangrijk, want er wonen hier veel oudere mensen. Gezien de oorlog die zoveel jaar geleden is, komen er een heleboel aan, want er kwam een geboortegolf. Nou, die zijn ook allemaal zo tegen de 70. Ik merk, ik heb gedankt nog een man en ik heb kinderen. Maar desondanks ben je toch wel eens de, hè, wat moeten we doen, je gaat je vervelen. En als je dan als vrouw of man alleen thuis bent, kijk, nou als je dan zoiets hebt, heb je een doel om naartoe te gaan. En ik heb een speciaal die bankjes. En met lotgenoten te praten. Ja, en de bankjes heb ik zo laten zetten dat je elkaar moet aankijken. Want de Hagenaar praat niet zo gauw. En dan moeten ze wel. En als je elkaar aankijkt, dan ga je gauw krijgen een gesprek met iemand. Dus daarom vond ik het een goed idee, mijn man ook. Zoiets begin je niet zomaar. Zoiets groeit met iedereen die erbij betrokken is. Met iedereen die erover meedenkt. Dit heb je niet zomaar voor elkaar. En voordat we nu het echt gaan openen met elkaar, wil ik eerst het woord geven aan Gerard en Dora. Dat zijn mensen die hier altijd lopen en altijd wandelen. En die dachten, als we gezond ouder willen worden, dan moeten we daar ook iets voor regelen. De gemeente verdient een hele grote pluim voor de totstandkoming. Met name noem ik de stadsdeeldirecteur mevrouw Annette de Graaf en de heer Mustafa voor hun belangrijke werk en de mooie woorden van daarnet. Tevens noem ik graag de projectleiders. Waar ben je? Hakim, Ahabaroeg, Huub Verkade, verder Sal Bochhoven en Kelly Steentjes. Is die er ook? Nee. Nou, ik noemde wel. Waarmee we met z'n allen samen geweldig hebben samengewerkt. Als ook de mensen van Compan, de bouwers van dit fraaie sportveldje. Nou, we zijn hier bij een sportplek. Het is net officieel geopend. Hoe is dit ontstaan? Nou, dit is een speelplek voor ouderen voor 55+. Dat is op verzoek van bewoners van de Bloemenbuurt. Die wilden heel graag een plek waar zij vitaal konden oefenen, vitaal konden sporten, vitaal konden ontmoeten. En die hebben we gecreëerd. Samen met de stadsdeel Loosduinen hebben we een overleg gehad. En toen kon het dichtbij in de bosjes van Pekkers konden we dit bouwen. En dat hebben we met heel veel plezier in overleg met de bewoners van de Bloemenbuurt gedaan. En u ziet het hoeveel mensen er zijn. Dus het is ook een prachtige dag om dit te openen. Wij hopen dat u hier ter plekke gaat genieten van de gezonde fitness op de toestellen. Hierbij staan ook de nodige sociale contacten en met een oud Nederlands woord gezelligheid hoog in het vaandel. En hoe lang zijn u er nou mee bezig geweest om dit rond te krijgen? Ruim 1,5 jaar. Nou, wat langer, want maar het heeft corona. Voor een deel te maken met corona. Ja. En voor een ander deel, een gemeente is wat anders dan een bedrijf. Dat loopt anders. Maar we hebben geweldig met al die mensen samengewerkt. Ja. Op een hele leuke, goede manier. Ja. En ja, dan word je ook steeds enthousiaster. Het is ons streven om hier ook een blijvende plek te creëren. Speciaal voor mensen die zich wel eens eenzaam voelen. Of anderen die zomaar van een praatje houden. Als het een succes wordt, komen er vanzelf nog wat bankjes bij voor de tussenhaakjes hangouderen. Ja, wat ik gezien heb, u heeft, wat je niet veel ziet, iemand van de gemeente die ook een proefritje maakt. U heeft alle apparaten geprobeerd. Ik heb alle apparaten geprobeerd. Ik ben zelf 55+, dus ik mag het ook proberen. Maar ik ben hier ook al eerder geweest. Toen waren er nog twee, voordat het geopend is, toen waren er twee apparaten stuk. Dus ik wilde echt goed weten dat ze het allemaal deden. En ik vind dat je ook het goede voorbeeld mag geven. Bovendien worden ook heel veel kinderen worden hier blij van. Dus het is ook kinderen spelen hier en dat moet ook kunnen. Dus dat wij niet meer op klimrekken en zo kunnen, dat is één ding. Maar dat kinderen op onze apparaten kunnen, dat kan prima. En dan om af te sluiten, sporten is wetenschappelijk vastgesteld
Dat werkt namelijk samen met het ook wel genoemde gelukshormoon endorfine. Wat u aanmaakt tijdens het sporten. En dat is heel goed tegen het verminderen en voor een deel zelfs voor het tegen het krijgen van de enge ziekte Parkinson. Dus u bent bezig en u laat zelf uw eigen endorfine op. En u voelt zich steeds gelukkiger, want het is een gelukshormoon. Er werd naar ons geluisterd, we zijn oude mensen. Mijn man wordt 87 volgende maand en ik 89. We zijn niet jong meer. Maar er werd niet neerbuigend aan ons gedaan, ook niet hooghartig. We mochten onze mening zeggen, er werd echt ook rekening met onze ideeën gehouden. En dat vind ik heel knap van jonge mensen, want niet iedereen kan met oude mensen omgaan. En deze mensen, het stuk voor stuk... Vond ik ja, dat ze ons in onze eigen waarde lieten en ons toch serieus namen. En dat vond ik het leuke en het fijne ervan. Bovendien, dit is me al een paar keer hier gevraagd, hoeveel bedraagt het abonnement? Nou, dat is nul. Het is dus gratis en op elk uur van de dag geopend. Fijn dat u toch in behoorlijke getalen gekomen bent. We gaan er samen iets moois van maken. Dank u wel. Okay, mijn naam is Casey. Ik ben beeldsportcoach met specialisme senioren voor de gemeente Den Haag. Zegbroek en Loosduinen vallen ook onder mij. Dus ik hoop jullie heel vaak tegen te komen hier. Ik heb Jelle meegenomen. Hij gaat straks iedereen ook helpen om gebruik te kunnen maken van alle apparaten die je hier ziet staan. En we hebben meegenomen schema's, die gaan we ook uitdelen, zodat jullie alles bij kunnen houden en jullie eigen trainingen en eigen vooruitgang bij kunnen houden. Die delen we straks uit. Ik heb ook iets leuks bij me, een caloriewijzer. Dus als je met je vriendinnetjes een bakje koffie en appeltijd hebt gegeten, kan je checken hoe lang je bijvoorbeeld dat apparaat moet gebruiken om dat te verbranden. Dus die zullen we straks ook uitnodigen. Op het beweegschema staat mijn e-mailadres en telefoonnummer. Dus wat bijvoorbeeld misschien een idee zal zijn, is om na de vakantie, ik ga eerst vakantie nemen, dat stel dat jullie meer begeleiding nodig hebben om hier gebruik van te maken, geef een belletje of stuur een mailtje. Want dan kan bijvoorbeeld de nieuwe Jelle van volgend jaar, die kan bijvoorbeeld elke week hier naartoe komen om iedereen te begeleiden bij het trainen. Andere vragen over sport en bewegen, weet mij te vinden ook. Yes? Dat was hem. En... Even een grapje, meneer Gerard. Dit is ook gratis. Ik ben ook gratis. Met andere woorden. Geniet van deze plek, ook namens mijn collega Mustafa. Geniet van deze plek, geniet van vanmiddag. Er is van alles lekkers. Dan gaan jullie vast meer gebruik maken. Ik heb van een aantal mensen al gezien hoe goed dat gaat op die apparaten. Ja, ze worden wel gebruikt. Goed zo. Applaus. Ja, en wat ik zo leuk vind is, dat zei ik net tegen iemand, het is toch fijn dat nu opa en oma nu ook een smoes hebben om naar de speeltuin te gaan. Precies, want de ene kant is de speelplek voor de kinderen en even daarnaast ligt de speelplek voor de ouderen en dat kan heel goed samengaan. Dus ik hoop dat het een waar succes is. Bovendien is er een ontmoetingsplek en een restaurant dichtbij, dus kan alleen maar een toplocatie worden.